In november dit jaar moet er een einde komen aan de onveilige verkeerssituatie bij de op- en afritten naar de A59 op de Cereslaan. De gemeenten Os en Bernhezen en Rijkswaterstaat hebben donderdag een overeenkomst gesloten om op twee kruispunten aan weerszijden van het viaduct een verkeersregelinstallatie te gaan plaatsen. De kosten bedragen ruim €1 miljoen, waarvan Rijkswaterstaat de helft betaalt. De andere helft wordt betaald door Os en Bernhezen, die ook nog provinciale subsidies proberen los te krijgen. In 2009 werden al tijdelijke maatregelen genomen om de Cereslaan veiliger te maken. Maar sindsdien zijn er toch nog 8 zware ongelukken gebeurd. Er is gekozen voor stoplichten in plaats van een rotonde, omdat dat beter zou zijn voor de doorstroming van het verkeer.